Hoi hoi, welkom op mijn channel. Mijn naam is Chanel. Bij deze de weekreading van maandag 23 december tot en met zondag 29 december. Ik zal eens even kijken hoe de energie is. Er is ook nog een nieuwe maan, volgens mij in Steenbok. Ik geloof 25 of 26 december. 26 dacht ik. Eens even kijken. Nothing is yet set in stone. Dus ja, het kan zijn dat je te veel vasthoudt aan dat je denkt dat dingen voorbestemd zijn. En misschien dat je denkt, ik moet deze kant op gaan. Ook al voelt deze kant misschien niet goed. Dus dat je misschien denkt dat er niet beter is voorbestemd dan wat er op dit moment in jouw leven is. Hij kan ook gewoon staan voor een soort van nieuw begin. Dus dat je echt misschien ook dingen achter je hebt gelaten en... Ja, dat je een nieuw begin gaat maken en dat je juist het gevoel hebt, tegenovergestelde van wat ik net omschreef eigenlijk, dat de wereld misschien ja, een soort van aan je voeten ligt en dat je nog alle kanten op kan. En ja, dat je zelf ook voor een groot deel bepaalt waar jouw leven heen gaat, zeg maar. Dus dat je het niet laat afhangen van iets buiten jou of God of wat dan ook, het universum, waar je maar in gelooft. Maar dat je meer gaat kiezen voor jezelf en ja, gaat vertrouwen dat je dingen zelf kan creëren. Nothing will come of this situation. Dus het kan zijn dat je toch nog te veel piekert en dat het echt je mindset is. Dat je geen vertrouwen hebt. Het kan ook zijn dat er een situatie is die je al lang niet meer goed voelt. Maar wat ik net al zei, dat je misschien vasthoudt aan iets omdat je denkt dat er niks beters voor jou weggelegd is. Misschien twijfel je aan wat je kan of wat je waard bent. En ja, dan is het belangrijk om naar je overtuigingen te gaan kijken. Maar ja, er zijn wel hele mooie dingen voor je weggelegd. Zodra jij jezelf het gaat gunnen en ja, ervoor zal gaan. Zodra jij stappen gaat zetten, dan kan het ook op je pad komen. Want ja, als er een kans op je pad komt, maar je gelooft dat je het niet waard bent, dan zal je het waarschijnlijk zelf bewust of onbewust gaan saboteren. En dat kan op heel veel gebieden. Dat kan met werk te maken hebben, of met liefde, of wat dan ook. Het kan ja, met alles te maken hebben eigenlijk. En ja, misschien wil je een situatie ook wel niet achter je laten, omdat je bang bent dat je anderen daarmee tekort doet, of anderen kwetst, of... Ja, dat iemand niet zonder je kan of dat ze op het werk bijvoorbeeld ja, jou nodig hebben of wat dan ook. Maar ja, als jij ergens zeg maar de energie soort van hebt uitgetrokken en het voelt al heel lang niet meer goed voor jou, dan kan je ook niet meer dat bieden wat je daarvoor wel kon bieden, zeg maar. Dus het is beter dat je op een plaats werkt waar je wel echt met je ja, hart en ziel bijvoorbeeld kan werken. Iets wat gewoon goed voelt voor jou. Want daarin heb je anderen ook het meeste te bieden. En ja, dat geeft jou ook het meeste geluk. En dan zal er ook een goede oplossing komen. Dus iets wat misschien voor alle betrokken partijen het beste gaat voelen. En binnen een paar maanden komen er veranderingen. En daar ben je ook klaar voor. Om nu de dingen achter je te laten en een nieuw begin te maken. Kijken wat er nog uit dit deck komt. Ja, misschien heb je ook nog een bepaalde angst en onzekerheid. Misschien kan een healing je daarbij ondersteunen. Dat doe ik ook. Het kan natuurlijk ook bij een ander waar je je maar goed bij voelt. Maar het is wel heel belangrijk om te gaan werken aan ja, bepaalde overtuigingen en dingen die jou nog blokkeren of belemmeren. Derde oogchakra. Misschien durf je ook nog niet echt te vertrouwen op de dingen die je weet of de dingen die je ziet. Misschien heb je ook wel visioenen. En ja, misschien is het nu gewoon de juiste tijd dat je bijvoorbeeld met je gaven gaat werken. Of ja, dat je je in elk geval meer laat leiden door je spirituele kant, zeg maar. Maar dit gevoel had ik er eigenlijk al bij, wat ik net ook al even zei over de angst. Ja, je laat je tegenhouden en je denkt te veel in gebreken misschien. En dat je toch niet durft daarom om die stappen te zetten. Of dat je bang bent dat je anderen kwetst. Of bang bent dat je iets niet kan. Of ja, allemaal piekeren en twijfelen, angst, onzekerheid. En ja, rust en herstel is er nog nodig. En dat kan
op een actieve manier door te gaan kijken waar het vandaan komt en wat je eraan kan doen. Ja, dat zijn heel veel manieren, mediteren of healingen of ja, wat maar goed voelt voor jou. Het kan ook even op dit moment op een minder actieve manier door je terug te trekken, misschien de natuur in. Dit lijkt ook wel een beetje op een soort meditatie of ja, een soort overgave, vertrouwen. Dat de dingen ja, gaan herstellen, even terugtrekken en ja, echt ja, meer in jezelf keren, zeg maar. Zodat je weer bij de antwoorden van jezelf kan komen en je niet meer door anderen laat beïnvloeden. Zeker voor mensen die hooggevoelig zijn. Of ja, gewoon gevoelig of hooggevoelig. Erg belangrijk om soms ook even uit de prikkels en weer ja, terug te keren tot jezelf. Daarbij kunnen ook bachbloesems ondersteunen. Die kan je bij mij eventueel ook bestellen. Dan maak ik een mix die het beste ja, bij jou past, zeg maar. Balans. Dus ga kijken wat jou kan helpen om weer in balans te komen. Waar, ja, wat voelt goed voor jou? Je weet het wel wat het beste is voor jou. Je kan eventueel ook een soort van visualiseren als je bijvoorbeeld iets wel gaat doen of iets niet gaat doen en wat voor jou beter voelt. En probeer dan wel te onderscheiden of het iets is wat jou blij zou maken, maar wat je misschien nog spannend vindt omdat je twijfelt aan jezelf. Dan moet je echt gewoon buiten je comfortzone gaan en ja, het gaan proberen. Maar je hoeft daarin ook weer niet te streng voor jezelf te zijn. Stel je wil wat nieuws gaan proberen, weet ik het, dansles of zo. Alleen je vindt het gewoon eng om alleen te gaan. Ja, ga dan eerst met een vriendin. Je hoeft niet direct al je angsten te overwinnen, maar ga gewoon stappen zetten om ja, beter in je vel te gaan zitten. En ja, vind manieren om je te uiten, bijvoorbeeld via zingen of dansen of ja, wat nog goed voelt voor jou. Of iets creatiefs, schilderen of ja, wat je maar wil, wat goed voelt voor jou. En dan komt er ook een positieve beweging vooruit. Als je leert jezelf te uiten en bezig gaat met een stukje healing van jezelf, door de rust in jezelf weer te vinden, maar ook een actieve manier zoeken om aan je problemen te werken. Dus wat ik al zei, mediteren of healing of nou ja, het kan ook op lichamelijk vlak wat fijn voelt voor jou, acupunctuur of iets anders. Sacraal chakra, ook daarin kunnen misschien nog disbalansen of blokkades liggen. Dat kan je eventueel via een chakra healing verhelpen. Maar het is ook gewoon wel heel fijn om te kijken naar de achterliggende oorzaak van dingen. In het sacraal chakra kunnen ook weer dingen opgeslagen liggen vanuit vorige levens. Dus dat je toch nog bepaalde dingen met je meedraagt. Ook bepaalde angsten zou kunnen. Heeft vaak dan ook wel weer toch wat met het basischakra te maken. Als je niet echt goed geaard bent, bijvoorbeeld. Ik ga nog even liefdeskaartjes bijleggen. Eens kijken wat er in de liefde gaat gebeuren. Nog geef je relatie een kans. Werk aan je relatie. Mocht je nog geen relatie hebben, dan kan het ook staan voor ja, de connectie met jezelf. Dat je die weer moet terugvinden, ook tussen het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf. En voor sommigen zal het wel te maken hebben met de relatie of iemand waarmee je contact hebt. Of ja, het kan in allerlei stadia zijn. Dit kan de ware zijn. De partner naar wie je op zoek bent, heb je al ontmoet. Dan doe ik nog één laatste kaart. Kijken of er een gelijksoortachtige boodschap uitkomt of niet. Nog een positieve. Heel spoedig. Besluit heel helder wat je wilt, zodat het nu ook kan gebeuren. Ja, hoeft niet per se alleen op liefdesgebied te zijn natuurlijk. Maar het kan ook gewoon zijn dat het belangrijk is om nu bezig te gaan met wat je echt graag wil in je leven. En ja, dat misschien ook te visualiseren. En ook ja, kijken wat je daarvoor over hebt qua tijd, geld, energie. Als jij niet bereid bent om aan jezelf te werken, dan wordt het erg lastig om de dingen te manifesteren die je graag wilt. Dus ja, ga kijken van waarom heb ik er moeite mee om geld aan mezelf uit te geven aan nuttige dingen. Dus niet kleding of zo, dat is ook heel leuk. Maar ja, waarom ben ik niet bereid om
naar mijn eigen processen te kijken en daar bijvoorbeeld tijd in te investeren of ja, geld of nou ja, tijd, energie. Dus ga naar jezelf kijken van wat blokkeert mij nog en waarom zet ik niet de stappen die nodig zijn. Want vaak weet je de antwoorden al wel van binnen, alleen ben je misschien bang dat je minder leuke kanten van jezelf tegenkomt of te veel pijn of verdriet, waardoor je niet bereid bent om ja, uit het cirkeltje te stappen, omdat je misschien het gewoon niet aandurft. Mocht je een reading of healing bij me willen of iets anders, dan kan je me benaderen via Facebook of e-mail. En anders tot de volgende keer.